Even. Koffie. Oh, lekker. Ik ben wel aan toe, jongens. Echt waar. Lekker bakje koffie. Ja, enkel de, wat er nog op zit, op de booster. Dat zijn mijn spiegels. En die moeten er ook nog wel af. Een hele goede middag, lieve vrienden, en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. We zijn weer op vrijdag de 2e december, de 2e van de 12e, 2022 aanbeland en we leven om 12:47. Ik ben net thuis weer met de bijtjes en oh, wat is het een roetje koud hier in Den Helder. Ja, hey Google, hoeveel graden is het buiten? Vanwege de wind op dit moment is de gevoelstemperatuur min 1 graden. Dat ik wegging was het 5 graden, het is nu 4 graden. En de gevoelstemperatuur is min 1. Ja, ik ben ook met koffie bezig, water komt bijna. Kijk, even op temperatuur komen. Ik wil straks mijn booster huis binnenhalen. En zover beginnen met de boel eraf te halen, want ja... Ze zouden tussen 1 en 5 komen. Lekker weer helemaal uitgerekt, hè. Waarom niet bij wijze van spreken tussen 1 en 2? Noem maar wat. Dan komen ze en dan kennen ze er wat aan doen, weet je. Maar het is tussen 1 en 5. Nou, bizar. Maar ja, kan er ook niks aan doen. Kan je de hele middag in principe thuis blijven. Maar ja, in ieder geval. We wachten het gewoon af. Ja... Ik kan er ook niks aan doen. Even koffie. Oh, lekker. Ik ben wel aan toe, jongens. Echt waar. Lekker bakje koffie. Ja. Hoi. Dat is niks, dames. Moeten jullie nou nog naar buiten weer? We komen net binnen. Hé, hey, weg daar! Met je dikke kont. Die kant op. Die kant op. Zo. Ja, en ik zou nog steeds jullie dat buiten laten zien, hè, de takkenbollen. Ja. Nee, kom nog wel. Ja, nou hoor ik daar ook weer wat. Ze komen natuurlijk met een busje, met gereedschap. En een vrachtwagen. Want de booster die staat erin. Nou, niks te zien. Nee. Het zonnetje schijnt wel, maar het is oh zo koud. Ja. Niks aan. Echt niet. Nou ja, er staat weer een afwas. Ik kan de pret ook niet boeien. Nee. Maar wat een mooi ding niet. Kijk eens. Gisteren van Wilma gehad. Hij is zo super groot. En ik vind het eigenlijk zo zonde voor de bank. Ja, nam ze mee voor de dames. Nou ja, het is een sprei gelijk, hè. Kanonnen. Maar ja, wie ben ik? Ik weet het ook niet. Nee, ik weet het ook niet. En dus, maar in ieder geval, lieve vrienden. Ik wens jullie natuurlijk een hele mooie dag, uiteraard. En geniet van alles met wat jullie doen en gaan doen en willen doen. En geniet ook gewoon weer met ons mee. Ja, gewoon doen. En duimpje omhoog. Je abonneren. Dat mag allemaal. Het is allemaal gratis. Kost denk ik het een beetje moeite. Wat van je tijd. Nou ja, als je toch niks te doen hebt. En je zit te rinotellixeren. Nou ja, dan
heb je nou weer de kans. Dus ja, niet gaan zitten te relaxeren, maar gewoon doen. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet lekker met ons mee en tot later. Nou, zoals jullie zien, daar staat mijn booster. Dat was ooit de Amazing Woman. Ik heb hem helemaal gestript. De troep die heb ik eraf. Tenminste, de troep, mijn spullen heb ik eraf. Ja, en dat was nogal wat. Ja, echt waar. We hebben hier om te beginnen een apie. Die hing met een takje groen nog aan een spiegel. Dit is allemaal afval. Nou, dat moet ik zo meteen verzamelen, dat. Dan gaan we hier naartoe. Er ligt ook afval. Een boekje. Dat is afval. Nou, die zijn ook helemaal kadoek, afval. Hier heb ik een blik vol met spullen wat ik weer aan de nieuwe booster wil hebben. Mijn telefoontasje, mijn luchthoorn. Daar gaat er eentje naar beneden. Dat is voor om te vloggen. En hier heb ik een stapel tasjes wat ik allemaal aan mijn stuur had hangen. Het zijn gewoon zadeltasjes en stuurtasjes. Nou ja, net zoals in een auto, heen een verbrand, hoe noem je dat? Een verbandtrommel nodig. Heb ik dus ook. Ja, want als je gaat ontoeren, dan moet je dat toch bij je hebben. Want je kan een wondje krijgen onderweg of wat dan ook. Door opspattend grit. Dat kan allemaal. Maar dat moet weer allemaal op, zoals jullie begrijpen. Ja, enkel de, wat er nog op zit, op de booster. Dat zijn mijn spiegels. En die moeten er ook nog wel af. Ga eens fietsen stelen. Kijk, dat zijn mijn spiegels. Die moeten er nog af. Als ze het scherm tenminste niet helemaal in zijn geheel over kunnen plaatsen. Dan moeten ze eraf. En die zijn gek. Nou, en dat is dus een kerststuk. En dan lopen we even hier naartoe. En het is koud en ik loop zo naar buiten. Oi, 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 oi. En dat is het andere kerststuk. Wat op daar bij het toren zit. Dus ja, dan hebben jullie dat ook weer gezien. Ik zal hem even weer terugdraaien, die hendel. Want dat gaat aan de rol. Nou, dames, komen jullie naar binnen? Hallo? Ga maar naar binnen. Nou, lieve vrienden, de nieuwe solo die is binnen. Hij is rood. Ik dacht dat het altijd een heel kleintje was, maar het is ook een nieuwe. Ja, ook dat. Ik heb er een nieuwe windscherm ervoor. Wel mijn eigen spiegels er weer op. Hij is rood van kleur, had ik geloof ik al gezegd. De vloeroppervlakte is zelfs nog langer dan de vloeroppervlakte van de Solo. En er wil er een naar binnen. Dus hij is wel groter dan dat wij meenden allemaal. Want we meenden altijd dat hij tropisch en vooral dan die rode kleiner waren. Maar dat waren die hele donkere doffe rode. En dit is lichtrood. Met, en daar zit glans op. Maar hij is in de schuur aan de lader. En dan zeg je, nou, laat je hem morgen zien. Nee, morgen gaat het ook niet worden. Want morgen ga ik met Karin de hart op. En dan nemen we jullie ook weer in mee. Ja. En dan zal ik hem zondag in huis zien te krijgen. Ja, ook het sturen, dat is allemaal zo vreemd en zo eng natuurlijk. Dat gaat, dat moet is allemaal nieuw. Ja. Gelukkig geen schildpadje en geen haasje erop. Nee, wel weer een display met hoe hard je rijdt. Maar hij gaat dus helaas niet zo hard. Maar ik ga gewoon van zomaar eventjes een afspraakje maken met iemand die solo's ook kan opvoeren. Misschien dat hij het bij een tropie ook kan. Je weet het niet. Nee. En die man die is ook minder invalide, weet ik veel. Ja, hij heeft ook een rolstoel dus. Maar in ieder geval als hij weggaat, dan neemt hij de booster ook. Maar in ieder geval, ja, ik ga ook verder met voor jullie aan het werk. Dat moet ook weer gedaan worden. Ik
heb ook net wat moois gemaakt, maar dan moet ik nog uploaden en alles. En dat moet dan weer terug naar mijn telefoon ook. Dus ja, ik heb nog een hoop te doen. Dat is een sleutelring. Nou, die... Oh, de sleuteltjes zitten daar nog in. Kijk, waar zijn de sleuteltjes dan? Nou ja, moet ik toch straks. Nou ja, ik moet toch ook met de meiden eruit. Ja, en het is zo bitter koud. Zo erg. Oh, je wilt niet weten. Maar oké, het maakt even nou niet uit. Ik zit nou lekker bij de warme kachel. Ook heb ik visite gehad, onverwacht. Zo stond de solo-booster nog hier. Maar hij heeft hem eruit gereden, want ik had eigenlijk willen filmen terwijl hij nog binnen was. Maar hij heeft hem eruit gereden, handmatig. Nou ja, oké, wat jij wilt. Ja. En, nou ja, ik doe het met die andere... Ik heb nou geen solo meer, nee. Ik heb nou een tropie. Ja, een rooie in één. Dus, ja. Moeten we weer aan wennen. Een vierkante stuur in plaats van een normale stuur. Dat wordt me wat. En alle hendeltjes zitten eronder. Het is even wennen, hoor. Maar ja, ik heb een boekwerk hoe alles werkt. Maar ja, je kan beter het aldoende leert, man. Dan gaat het beter dan wanneer je alles uit een boekje moet leren. Ja, wat is er? Nou, kom dan. Nou, kom dan. 1, 2. Nou, cool. 1, 2. Goed zo. Hé, hey, kerel. Hé, hey, mijn kerel. Lekker ding. Ja, hè? Ja, ik ben lief. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik ga aan het werk voor mezelf en natuurlijk voor jullie. Anders komt er niks op YouTube te staan. Dus ik zeg, geniet ze en geniet gewoon weer met ons mee. Ja, lieve vrienden, er is weer een tijd aangekomen dat we gaan afsluiten de dag. Ja, want we moeten toch ooit eens een keer naar bed. Ja. Ik ben net met de bijtjes weer binnen en het is rotje koud. Ja, het is gewoon niet fijn meer. Maar in ieder geval, we hebben ons loopje weer gehad voor de nacht. Dus we gaan straks lekker naar bed toe. Maar ik ga eerst de camera legen, want die moet morgen legwezen. Ja, want we gaan morgen iets leuks beleven. Ja, ik zeg lekker nog niks. Nee, dat wachten jullie maar lekker af. Ik zou zeggen, lieve vrienden. Welterusten, slaap lekker met mooie dromen en gezond weer uit je bed zien te komen. Graag tot de andere kant van de nacht.